Hallo mensen van DTD Productions, ik ben Daan en ik ga weer een nieuwe tutorial uitleggen. Dit keer is het een landmijn. Hij is best wel heel erg simpel, maar je moet hem even kennen. Het gaat zo. Dit is een ingang van iets, van een berg of van een huisje kan je hem ook maken. En dan lijkt het net als je hier een pressplate voorlegt. Voordoen. Dat dan de deuren open zouden kunnen gaan. Maar in dit geval is dat niet zo. In dit geval hebben we dit allemaal leeg gegraven tot een beetje het einde van het spel. Het is wel genoeg. Daar laat je 1 TNT ontploffen. Hallo, ik had even een filmpje gemaakt, maar het was niet goed belicht. Dus jullie wisten niet meer wat jullie moesten gaan doen hier zo. De TNT was ontploft en daarna was het donker. Dus we hebben dan een gat maken. Nee, een opvangbakje als het ware. Van obsidian. Even nog wat groter maken. Zodat als de TNT hier ontploft, dat je dan niet zomaar vrij kan komen. Dus je nu weer niks. Hier val je in en als hier een TNT ontploft, dan gebeurt het niet zoveel. Er gebeurt wel wat, maar dat zie je, dat kan je niet voelen. Hij ontploft. Hier ontploft er wel wat, maar dat obsidian houdt het tegen, als je niet eruit kan. Nu gaan we helemaal omhoog weer. Bouw je ook maar. Jack-o'-lanterns. Even kijken. Moet best wel diep lava. Want als het te ondiep is, kan het TNT ontsteken. Dus nu zand op de TNT. En een pressplate. Als je er dan op loopt, dan val je zo naar beneden. TNT is niet echt wat je nodig hebt. Maar door de lava ga je het snelste dood. Even ervoor doen. Je valt. Nou, ontploft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.